Al onze films hebben meer dan 5 miljoen toeschouwers binnengebracht, wereldwijd. En voor een Belgische film 5 miljoen is een gigantisch succes. Maar voor ons, we zitten aan 6,5 miljoen voor Robinson. En we zijn echt teleurgesteld. Voor ons is dat veel lager dan... wat gewoon meer dan 10 miljoen. Dus alles is in verhouding van... En waarom? Waarom moeten we aan dat niveau blijven? Omdat als je 20 miljoen euro uitgeeft voor een film, je moet absoluut... Je moet meer dan 8 miljoen toeschouwers hebben. Anders verlies je geld. Dus het is zo'n verhouding. Dus het blijft een grote uitdaging. Dus met elke film dat we maken, hopen we dat we dicht bij de 10 miljoen toeschouwers zijn. Bigfoot Junior. Ik vind dat dit veruit onze beste film is op alle niveaus. Het verhaal, de personage, de veel humor, veel action. Dus het is echt... ik ben echt trots op die film. Maar we komen uit in augustus. Dus ik hoop dat het slechte weer is. Want dat speelt ook een ongelooflijke rol. Als u een hittegolf hebt tijdens op de weekend van de release van uw film. Oké, in de VS niet. In de VS gaan de mensen zelfs de zomer in de airconditioned zaal. Maar in België, als het mooi weer is, hebt u 10% van de toeschouwers dat u kunt verwachten. Dus er zijn zoveel elementen die kan een impact hebben op de release van een film. Dat, Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.